Deze highlights worden u aangeboden door Heineken en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. In de tweede zone gekopt en op de lijn gered door Kimpembe. Cancelo, nee wat zeg ik, Rodri, pardon, was de kopper denk ik. En nog de hand van Navas op de knal van Mahrez. Ja, ja, Rodri kopte en hij redde hem voor de lijn. Rodri. Een opening voor Mahrez ligt meteen goed. Meegeven met Gundogan is moeilijk. Toch nog het hakje, Silva, oh fantastisch. Oh, en nog op de lijn gered door Hakimi. Want dit was een geweldige goal in de making. Hij voorkomt het, Mahrez met de cynische glimlach. Wat een combinatie van Manchester City. Hier Mendes. Ja, goede versnelling. Weg van Walker. En dan met rechts. Ja, het is een pogingje. Combinatie. Zinchenko even tegen de grond, Cancelo. Mooie kap. En dat is klaargelegd. En tegen de paal, Gundogan laat het liggen. Mendes, de perfecte aflegger voor de captain van City. En hij krijgt hem er niet in, hoewel hij in goede doen is de voorbije weken. Guardiola grijpt zich naar daar waar ooit zijn haar heeft gestaan. En Mendes met de schrik vrijgekomen. Nieuwe kans, Gundogan. Mahrez gaat hem krullen. En de hand is nodig. Van Keylor Navas. Het komt eigenlijk met de tussenpose. Ja, nu zijn ze daar weer. 2-3 keer. Goed verdedigd, Hakimi. Ja, ze worden zo nu en dan onder druk gezet. En ze kunnen alleen nog maar de bal gewoon wegtrappen. Ook omdat er geen beweging is voorin. Stoos nu wel. Dit is gevaarlijk. Hier is Mbappé. Mbappé plaatst hem erover. De kans voor Paris Saint-Germain. En Stoos beseft dat hij met de schrik vrijkomt. Messi, Neymar. Nu geven op de linkerkant. Met Nuno Mendes. Herrera is de diepste man. Neymar laat lopen voor Messi. Buitenom gaat Lionel Messi. Hier de kans voor Mbappé. En de goal, onvoorstelbaar. Paris Saint-Germain staat op voorsprong. Hoe krijg je dat nu uitgelegd aan iemand die naar deze wedstrijd zit te kijken? Kylian Mbappé trapt hem door de benen van Ederson. Daar waren ze ineens alle drie erbij betrokken. En ook Herrera. Dus ook misschien niet toevallig dat ook hij erbij betrokken is. Nu gaat Neymar er nog toe, sorry, het was Messi. Daar Mahrez. En de save van Navas. Ja, goede loop van Walker en Vitesse is hoe Sterling tikt hem erin. Ja, het is toch een verdiende goal. Ja, Raheem Sterling heeft ineens de smaak te pakken. 3 doelpunten in 3 opeenvolgende wedstrijden. En weer goede diepgang bij Walker. De typische City-beweging. Ik wou net zeggen, Peter, wat ze hier ook vandaag al zo vaak geprobeerd hebben. Meestal met Mahrez dan, minder met Walker. Lionel Messi combineren met Mbappé. Rechts is Hakimi. Neymar dribbelt zich vast, wil ik zeggen, maar komt er toch wel doorgespartend. Neymar en ernaast. Oh, wat een misser van Neymar. Na een heerlijke actie door het centrum. Gundogan kapt zich vrij. En voetbalt met Mahrez.
Helemaal vrij, Bernardo Silva legt af. Jesus voor de 2-1. Heerlijke goal is dat van City. 2 tegen 1 bij het ingaan van het slotkwartier. En Jesus zet City op voorsprong. En dat is natuurlijk logisch. Ja. Een paar tellen na de misser van Neymar is daar de goal van Jesus voor de voorsprong voor Man City. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.